dat is bijna een halve eeuw geleden, in dat grijze verleden zaten hele generaties met ingehouden adem voor de televisie als Zwiebertje was. Want dat wilde je niet missen. De avonturen van die overenthousiaste zwerver Zwiebertje en zijn trouwe makkers Malle Pietje, Bromsnor, Saartje en de burgemeester. Gemiddeld 6 miljoen Nederlanders keken ernaar. En hoe lang geleden het ook is, de kijkers zijn die serie nooit vergeten. Vorig jaar werd Zwiebertje zelfs door de kijkers uitgeroepen tot het beste programma uit de geschiedenis van de Nederlandse televisie. Joop Doderer, die al die 20 jaar Zwiebertje speelde, nam de prijs in ontvangst. Zwiebertje. Ik wil alle kijkers van toen en hun nazaten die het allemaal hebben gezien hartelijk danken voor hun. Ja, het was geweldig dat jullie allemaal zo gekeken hebben en dit nog steeds prachtig vinden. Want het is nog steeds, mensen komen naar me toe en dan zeggen ze, mag ik u een handtekening geven? Ik zeg, nee, dat mag u niet, u mag hem wel hebben. We hebben een fragment uit de allerlaatste aflevering van Zwiebertje. Die dateert alweer van 25 april 1975. Waarin zwerver Zwiebertje uiteindelijk besluit dan toch maar op zoek te gaan naar werk. Piet Maarten, je bent een brave borst. Je bent een hele goede kameraad van me. Maar ik heb altijd mijn eigen kostje kunnen verdienen. Ik heb nog altijd twee gezonde handen in mijn lijf. En wat ga je nou doen? Werk zoeken tuk een onzweeg. En dan beloof je me één ding, hè? Ja, dat ik iedere dag bij de drogist op de weegschaal zal gaan staan. Nee, geen flauwekul. Nee, jij belooft dat je vanavond bij me komt. En dan kom je bij me eten, hè? Ik zal een feestelijk maal aanrichten. Nou, daar kan ik geen nee tegen zeggen. Ja. Goed, ja. Tot vanavond. Ja. Een liedje. Ja. Ja. Tot vanavond. Ja. Zwiebertje is nou eenmaal anders dan anderen. Ja, dat is nu juist een grootste foutje van Zwiebertje. Hij had een beetje meer voorbeeld aan de mensen moeten nemen. Nou, deed jij dan maar zo'n voorbeeld aan hem? Ik als veldwachter? Nou, dan hebben we misschien helemaal geen veldwachters meer nodig. Dat is helemaal het toppunt. Nou breekt mijn klompje van Zwiebertje. Oké, tegenwoordig op klompen, veldwachter. Pardon, meneer. Maar meneer, komt u nou het bordje zelf al brengen? Ja. De veldwachter zegt dat Zwiebertje zijn zin heeft omdat hij geen werk heeft gevonden. Ja, dat is een hele nare zaak, hè. Ik hoorde dat ik Zwiebertje kon helpen. Ja, een heel klein karweetje heb ik toch wel voor, maar bedenk toch wel wat. Maar vast werk, ik zou het niet weten, Zwiebertje. Er zijn veel mensen zonder werken, meneer. Ja, benauwd ben niet zo weinig, Zwiebertje. Ja, ja. Ja. En nu? En nu, zoals gezegd, bijna een halve eeuw later. Bijna een halve eeuw later heeft de NCRV 10 afleveringen op DVD uitgebracht. En daarom zijn ze hier, de 4 nog levende hoofdrolspelers. Zwiebertje, Saartje, Malle Pietje en de burgemeester, beter gezegd, Bert Dijkstra, Piet Ekel, Riek Schagen en Joop Doderer. Meneer Dijkstra, was het beste televisieprogramma aller tijden? Volgens mij wel. Ja. Absoluut. Kinderprogramma. Geen discussie. Geen discussie. Voor mij niet. Wat maakte het zo goed? Het was de heerlijke sfeer van voor de oorlog. Het rustige dorpje. De veldwachter. Zo'n beetje diktromachtig. Dat vinden de mensen leuk. En vooral oudere mensen. Ja. Het is me altijd opgevallen dat oudere mensen altijd zeggen, wat een heerlijke tijd was het. Misschien was het dat helemaal niet. Nee. Maar men vond het geweldig. Ja. Het schetst, meneer Ekel, een wereld die verdwenen is, hè? Ja. Het was eerst een kinderprogramma en het is later een familieprogramma geworden. Omdat de jongeren die zagen daar de romantiek in en de ouderen de nostalgie. Dus we bedienden beide groepen. Ja. Mevrouw Schagen, kan zo'n serie nu nog gemaakt worden? Nee. Waarom niet? Dat kan niet. Dat kan toch niet. Je kan toch niet meer een Zwiebertje, een Saartje en een Pietje. Maar er werd toen ook veel geld aan uitgegeven. Het moet een heel ander stuk worden. Ja, ja. Dat sowieso. Ja. Lijkt mij te mensen. Beroemd is altijd het Saartje-effect. Heeft u nou last gehad van het Saartje-effect? Of is het juist iets van u zegt, dat is mooi dat ik dat in mijn leven bij me heb? Dat is geweldig, ja.
Ik hoop dat ik het heb. Ja, want het heeft uw leven wel in veel opzichten veranderd, hè, die rol. Veranderd, heel anders, ja. U bent naderhand in allerlei commercials zelfs geweest, hè? Ja. Als huishoudster. Ja. En nu woont u zelfs, heb ik begrepen, op het terrein van het bedrijf waarvoor u die reclamespots gemaakt heeft, hè? Daar woon ik, ja. Huurvoorde. Ja. Dus dat heeft uw leven wel degelijk ingrijpend veranderd. Ja, zeer zeker. Mooi. Dat Zwiebertje effect, hè? U heeft altijd gezegd, ik heb er helemaal geen last van. Nee, hè? Heb ik ook niet. Nooit gehad ook. Want het verhaal ging altijd dat u, toen het afgelopen was, na die 20 jaar, dat u min of meer gevlucht bent om eens iets anders te kunnen gaan doen. Nou, hoe men daarop komt, dat weet ik niet. Maar het is een gewone gevoel van 20 jaar dit te moeten doen. Daar komt dan eens een keer een eind aan. Ja. Je moet het dus een keer zeggen van, nou ga ik eens wat anders doen. Want dat was er dus helemaal niet bij. En u bent een soort internationale filmcarrière toen nog begonnen, hè? Ja, meteen. Ja. Maar u zegt dus, ja, Zwiebertje is eigenlijk ook voor mijn leven een mooi punt. Ik heb geen last van het feit dat iedereen altijd maar Zwiebertje riep. Nee, helemaal niet. Is het in die tijd wel gebeurd dat u iets anders deed in het theater bijvoorbeeld, een hele andere rol speelde en dat de zaal toch riep, oh, daar heb je hem? Nou, dat heb ik dus 1 keer gehad, ja. Maar dat gebeurde wel? Ja, dat gebeurde wel. Ik deed toen de My Fair Lady en ik deed Doolittle. En ja hoor, daar ging het. En, u kwam op? Orkest zette in, ik kwam op. Toen stond die hele schouwburg, die stond door met een Zwiebertje, Zwiebertje. Nou, ik wist niet waar ik kijken moest. Ik was, ik kon niet eens lopen. Ik deed me een beetje zo. En toen met mijn andere hand nog. En toen ben ik maar weggegaan. Ja. Is dat andere avonden beter geworden? Ging het over? Ja, toen, na die tijd heb ik niks, geen last meer gehad. Nee. Konden we gewone voorstellingen doen. Maar dat taalgebruik bijvoorbeeld, had u dat met elkaar afgesproken? Nee hoor, dat heb ik zelf gemaakt. Dat heeft u zelf bedacht? Ja. Omdat ik gewoon begonnen ben met, als ik bij zaak kwam, dat ik altijd meteen riep, ik wil een kopje koffie. Nog steeds is het fantastisch, ja. Een kopje koffie. Dat blijft maar leuk, hè? Hoe was de sfeer? Want wat je in die programma's, wat ik me ook uit mijn jeugd herinner, het leek zo gezellig onder elkaar. Was dat ook zo, mevrouw Schagen? Ja, geweldig. Ja? Ja, zeker. Mooie tijd geweest. Is het dan leuk om elkaar nu weer terug te zien, na zoveel tijd? Nou, ik weet het niet. Ik ben een beetje oud. Nou. We zijn een beetje veranderd allemaal. Ja, zijn ze erg veranderd? In welk opzicht? Nou ja, hè? Mag je niet zeggen. Nee, dat is niet. Ja, mag u best zeggen. Jawel, we zijn een beetje ouder geworden. En dat, ja, valt een beetje tegen dan. Met Joop heeft u nog wel contact, hè? Ja, we bellen af en toe. Pietje bel ik ook af en toe. Nee, maar jullie stonden daar in Oudewater, hè? Toen de DVD werd uitgereikt. Mooie dat, dag. Dat mooie leek dag. Toch weer een gelukkige familie. Grandioze dag geweest. Ja, grandioos. Dus dat was wel leuk om elkaar toch weer even te zien. Jawel, tuurlijk. U heeft het over ouder worden. Wie is eigenlijk de jongste van u vieren? Ik weet het niet. Ja, hoe oud bent u, meneer Ekel? Ik ben aan mijn 81ste toe. U bent in uw 81ste? Ja, hoe oud bent u, meneer Doder, als ik vraag mag? Ik ben 81. Hij is eraan toe. U bent en hoe oud bent u dan? 88. Nee, echt waar? Mevrouw Schagen, uw levensverhaal is eigenlijk een film waard. Hè? U komt uit een heel groot gezin. Hoeveel kinderen waren daar? 10 maar. 10. En waar zat u bij die 10? De 4e was u. U was de 4e. Ja. En hoe woonde u? Want het was niet rijk, hè, thuis. Nee, 2 hoogachten. In de 1 kamertje met een alkoof en een keukentje, meer niet. En, dat zat en je daar met... zijn ze allemaal geboren. Daar ik zat je met z'n 12. Ik ben Amersfoort geboren. Ja. Ja. Dus elk jaar hoorde u weer de weeën. Weer schreeuwen. Daar kwam er weer een. Er is er weer een. Leven ze allemaal nog? Helaas niet, nee. In alle verhalen heb ik gelezen dat u al heel jong moest werken. Wat voor werk ga je dan doen als je jong bent in die tijd en je moest centjes verdienen voor het gezin? Dienstmeisje natuurlijk. He, werken in, ik werkte bij een kappersalon. Woensdagmiddag en zaterdagmiddag. Kreeg 60 cent. 60 cent? Ja. Per dag wel? Nou, per één week, ja, in de week. Oh, dat was 60 cent per week in ja, die tijd? Ja, woensdag en zaterdagmiddag. Meneer Ekel, u bent eigenlijk wonderlijk genoeg meer bekend nog van de hoorspelen. Hè? Hoeveel heeft u er wel niet gedaan? Nou, 1000 ongeveer. Onwaarschijnlijk. Ja, dat is ook een verschijnsel wat verdwenen is, hè? Ja. Ja, dat is aan één kant jammer, maar aan de andere kant begrijpelijk met 32 cent gemaakt. Die hoorspelen worden wel gemaakt nog, maar je kunt ze niet vinden in de gids. Hoe is het om dit terug te zien?
deze Siebertje, uitzending, ja. Ja, dat vind ik heel leuk. We realiseren ons inderdaad, wat Riek zegt, dat we wat ouder zijn geworden, wat stijver en wat strammer. Maar we hebben zoveel plezier daarin gehad, dat als je die uitzendingen ziet, dan belt het allemaal weer op. Meneer Dijkstra, u heeft grote rollen gespeeld, hè? Dat vergeten we wel eens. U heeft films gedaan, veel op het toneel gespeeld. Ja, inderdaad. Voor de film heb ik gespeeld in Soldaat van Oranje. Ja, een heel klein rolletje. Turks Fruit, geloof ik. Turks Fruit. En met een heel klein rolletje Soldaat van Oranje. Heeft die toneelcarrière u alles gebracht waarvan u toen u eraan begon dacht, dat wil ik bereiken? Nou, je wil altijd meer bereiken, hè? Ik heb een hele goede rollen gespeeld, hele leuke rollen gespeeld. Prettig. En ja, wat moet je je meer wensen? Ik ben heel tevreden met wat ik gedaan heb. Dat is mooi. Meneer Ekel, hij improviseerde natuurlijk als een gek, hè? Dat was altijd bekend van Joop Doderer. Ja. Was dat te doen? Ja, dat was te doen, omdat wij toch een verschillende inbreng hadden. Ik moest altijd lachen om zijn brutaliteit, want als hij tegen een deur opliep, dan zat hij een kwartier met een scheve neus te praten. En dat vond ik erg brutaal en lachwekkend. En dat pareerde ik dan met verbale humor. Ja. Dus we hebben elkaar altijd ondersteund, wat dat betreft. Het was geen wedstrijd. Dus u ging wel behoorlijk buiten het script om af en toe? Ja, dan wel. Ja. Ja. Eigenlijk omdat ik het lachen niet kon laten, zou ik maar zeggen. En het moest dan gemaskeerd worden door weg te lopen of iets anders te gaan doen. En daar werden we steeds slimmer in. Oh, hè? Het is al 7:00. Wat ga je nou opeens paniekerig doen? Wat heeft dat er nou mee te maken? 7:00 en wat dan nog? Nee, ik had de verrassing tot het laatst willen bewaren. Je gaat me toch niet vertellen dat je ook nog oliebollen hebt gebakken? Nee. Nee, het was een echte verrassing. Appelflappen? Nee. Er was iemand die had je willen zien. Omdat ik zo mooi ben, Zooms? Nee, dat niet, maar hij wou je toch zien. Waarom dan? In de vergulde kip. Hè? Ja. Nee, dat... Ik had het niet mogen verklappen, maar daar moet je naartoe, hoor. Want om 7:00 ongeveer. En als ik niet achterloop, dan is het al 7:00. Ja, je grootje, moet je even kijken wat ik op mijn bord heb liggen. Nou ja, dat is geen geintje, hoor. Je moet gaan. En mijn pannenkoeken dan? Nee, die bewaar ik wel en die warm ik wel op vooruit. Ik weet nog goed dat Joop, die kwam een keer een wiel voor een fiets halen voor jou. En toen wist ik niet of het een voorwiel of een achterwiel was. En of het in de achterkamer wel het voorradig was. En we zaten met die taal te knoeien. En hij vroeg ook nog wat het kostte. Ik zei, ja, dat kost zoveel golden. Dat viel zo ineens. En toen vroeg hij weer, hoeveel golders? En ik weer met, ja, maar zoveel kleine golders. En toen raakten we helemaal buiten de tekst om. En alleen door goed naar elkaar te luisteren zijn we er toch steeds uitgekomen. Het was dus een soort sport. Ja, want er was zelfs een speciale camera. Die stond alleen maar op u, hè? Want je wist nooit wat er ging gebeuren. Ja, nee. Nee, maar het zat in een hoekje en het had de regisseur speciaal gedaan. Omdat hij wist van nou, als hij weer een zijsprong doet, dan moet ik het wel hebben. Maar het leek wel of ja. Maar de toneelmeesters die werkten ook mee. Die zetten de koekoekklok op scherp. Of ze zagen een poot van een stoel half door. En er kon elk ogenblik iets gebeuren. Hoe meer onverwachts, hoe beter. Ja, en dat was dus gewoon afwachten wat ons toegedacht was. Ja. Het leek wel of het u daarom te doen was, hè? Ik zat als kind altijd maar te wachten. Ik denk nou, en dan met vriendjes bepalen wanneer die buiten de tekst ging. Want het gebeurde heel veel, hè? Ja, het gebeurde. Het gebeurde vaak. En maar altijd met kleine dingen. Ik zit bij Saartje. Ik heb een klusje gedaan. Ik zou een kopje koffie drinken. En hij zei, een kopje koffie. Dus ik ben daar gaan zitten. Saartje zet kopjes neer. Schonk het in. En toen zei ik, luister eens. En gooi de kopje om. Met de bewust. Wat doe je nou? Er staat mijn kopje en dan gooi je het om. Waarom nou? Dus dan. Nou zeg. Nou. En je gaat misschien nog vertellen dat ik het gedaan heb, maar ik wil graag nog een kopje af. Nou. Ah, mooi.
Wordt u er nog wel eens op aangesproken, of niet? Iedere dag. Ja, want u bent gaan schilderen. Ja. Dus u bent wel, zeg maar, in het publieke leven nog steeds. Ja, zeer zeker. En u heeft volgens mij veel meer schilderijen gemaakt dan rollen gespeeld. Enorm veel, ja. Heeft hij wel een schilderij van u hangen, of niet? Jawel. Oh ja? Ja. Zal wel moeten. En een mooie? Nou, nog een mooie ook. Ja. Ja. Ik heb ooit eens een recensie gelezen van een Engelse blad. En zei, ik heb nog nooit iemand zo mooi as zien wegvegen als u. Kent u die recensie? Ja, die ken ik, ja. Prachtig, hè? Maar dat het opgevallen was. Ja. Die deed mijn leven niet anders, maar goed. U speelde eigenlijk echt uzelf daar? Toen wel, ja. Later niet meer. Hoe vult u nu uw leven, meneer Ekel? Met schrijven. Ik heb een boek geschreven over al deze zaken. Niet in het bijzonder over ons, maar wel in het bijzonder over acteren, presenteren en amuseren. Ja. En dat boek dat komt volgende week uit. Oh, dat komt ook nog uit? Ja, dat komt nog uit ook. Het was een topserie, meneer Dijkstra, maar veel verdienen was er niet bij, hè? Nou, wat vonden jullie nou? We verdienden niks, hè? Nee. Nou, nee. Ach. Dat is één keer in de maand. Dat is één. Ja, dat leek ook of het elke dag was of twee keer in de week, hè? Want het was één keer in de maand. Maar één keer in de maand, ja. Helaas wel. Ja. Er waren 10 afleveringen per jaar, hè? Acht. Weet je nagaan dat het zo blijft hangen. Een enkele keer 9. Ja. En nu, met die dvd, verdient u daar wel iets aan? Ik kan hem niet eens in elkaar zetten. Nee, dat moet allemaal. Dan komt iemand voor, want ik ben zo onhandig als ik weet niet wat. Ja, maar dan gaat maar dan hoor ik van mijn collega's ook, van Joop ook. Als ik als Wiebertje zelf, ben ik zo handig als ik weet niet wat. Ja. Oh, een dvd, nou dat moeten we eventjes maken. We hebben nog een emotionele scène, namelijk uit de allerlaatste aflevering waar jullie afscheid van elkaar nemen uiteindelijk. Want hij gaat naar Canada, want hij heeft dus inderdaad werk gevonden. Ja. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Jij weg, altijd weg, ver weg. Nee, ik ga toch niet al. Ik ga toch niet altijd weg, tuurlijk niet. Ik kom toch nog wel weer. Ik kom toch wel weer terug. Ik kom echt wel weer terug, over een paar jaartjes. En dan heb ik een hele dikke volle beurs. En dan een ben ik stinkend rijk. En dan kun je een kilometer buiten het dorp ruiken dat ik eraan kom. En dan heb ik een hele grote kar bloemen voor je mee. En dan zie je me weer. Voor jou. Nou, ik zal niet meer verdrietig zijn. Ik ben veel te blij dat je zo'n fijn baardje gevonden hebt. Nee, ik ben echt niet meer verdrietig. Goed. En die traantjes dan? Ach, nou ja. Hé? Hey. Hoe kom je die mooie schone zakdoek? Hé, hey, oh, die heb ik gekregen van Piet. Een heel dozijn ervan. Oh. Zwiebertje mag een zwerver zijn. Amen. Maar het is en blijft een heer, veldwachter. Ja, dat is zo. Geef mij nou die koffer. Dat is veel te zwaar voor je. Nee, dat hoeft niet. Dat is het helemaal niet. Ik bedoel, jij moet nou ook maar teruggaan. Ik hou er niet van. Straks is op de drukke station met al die vreemde mensen en afscheid nemen. Dat is niks voor mij. Je hebt gelijk, Sweep. Ik vind het ook vreselijk. Nou, goede reis dan. Ja, wacht even. Ik heb nog iets voor je. Voor mij? Alsjeblieft. Wat prachtig, Zwiebert. Ja. Malle die je bent. Ja, ik ben wel een beetje een malle. Je portret. Ja, portret heb ik erin gedaan. Prachtig. Nou, het wordt nou tijd dat ik ga. Ja, Sweep. Tot ziens dan. Dag. Dag. Een heel verdrietig slot. Ja. Tranen met tuiten, maar na vanavond toch ook eigenlijk weer een heel klein beetje een nieuw begin. Dank voor uw komst. Dank u wel. Ja.